Ik ben Rick Topak, ik ben 58 jaar, apotheker en ik heb samen met mijn echtgenote een groepje van 3 apotheken. Wij zijn vorig jaar begonnen met de automatisatie. Deze is voornamelijk gekomen omdat er meer patiënten veel meer uitleg wouden over geneesmiddelen, zodanig dat wij eigenlijk onze handen meer vrij hebben voor de core business. Via de app kunnen de patiënten hun geneesmiddelen bestellen. Op deze manier komen zij eigenlijk niet meer in de apotheek, maar behoudt wel de apotheker het overzicht op de medicatiehistoriek en kan hij ingrijpen op de medicatieinteracties. De mensen kunnen tijdens de wachtdienst aanbellen. Als zij aanbellen, komt dit op ons telefoonsysteem. Op dat moment hebben wij een zeer goede communicatie met de patiënt. Zij kunnen dan kiezen om deze geneesmiddelen ook buiten de openingsuren via het afgeefluik te komen ophalen. Zij krijgen de QR-code dan via het systeem op hun smartphone. De voordelen van de afvalterminal is dat de patiënten niet meer gebonden zijn aan de openingsuren van de apotheek. Wij als apotheker behouden het volledige overzicht over wat de patiënt vraagt als geneesmiddel en hebben zo een overzicht op de historiek en over de mogelijke interacties van de geneesmiddelen. Wij hebben voor OAS-systemen gekozen omdat wij gekozen hebben voor systemen met een zeer hoge bedrijfszekerheid. Het is zeer belangrijk dat de back-office van een apotheek nooit kan stilvallen of dat wij kunnen rekenen op een goede support. Patiënten reageren hier uiterst positief op. Patiënten komen graag naar een apotheek die up-to-date is.